Weet je wat ik zo irritant vind aan honden? Ze kakken overal. Dat vind ik zo irritant. Hondenpoep, het meest irritante wat er is. Ik was ook laatst bij mijn ouders en toen moest ik zo de hond uitlaten. Zei ik, zou je even de hond kunnen uitlaten? En ik zei, nou, prima, doe ik wel eventjes. En zijn moeder, ja, kwam ze met zo'n rood zakje kwam ze aanlopen. Zei zo, ik denk, wat moet ik met een rood zakje doen dan? Zei ze, ja, dan moet je straks even de kak van de hond moet je even opruimen. Ik zeg, ja, maar ik zeg, mama, ik kan niks warms in mijn hand vasthouden, snap je? En dat komt door de kat van mijn ouders. Kijk, toen zij die hond kregen, en die kat kon niet met die hond, toen kregen wij de kat, Max. En Max heeft al 16 jaar bij mijn ouders gewoond. En in één keer, ergens in Haltem, en in één keer zit hij ergens driehoog in Amsterdam-West. Snap je? En opeens komt zo bij mij thuis en in zo'n reiskoffertje zat hij zo. En ik kom zo binnen zo met Max. En ik kom zo in de woonkamer en ik zet hem zo neer en ik doe dat klepje open. En hij stapt eruit en het eerste wat hij doet is zo... Mauw, 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 mauw. Mauw, 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 mauw. En dit doet nu 4 seconden en dit is al fucking irritant. Moet je voorstellen, de hele dag, dat is gewoon de hele dag achter elkaar. Mauw, 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 mauw. En soms gooi ik een vraagteken achteraf. Mauw. Zo, wat wil je weten? Ik wil graag antwoord geven op al je vraag. Mauw, 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 mauw. Dagen achter elkaar. Mauw, 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 mauw. S'nachts, mauw, mauw, mauw. S'ochtends, mauw, mauw. Ik zat soms gewoon in een andere kamer met een kus op mijn hoofd zo. Mauw, 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 mauw. Ik werd helemaal gek. Dagen achter elkaar. Geen oog dicht gedaan. We lagen s'nachts in bed. Ze helemaal van die bloeddoorlopen ogen en zo'n gelige huid. En dan met van zo'n hysterisch lachje ook zo. Mauw, 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 mauw. En echt, na een dag of 4, we liggen s'nachts in bed en zo... Mauw, 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 mauw. En in één keer was het stil. Mauw. En ik dacht, misschien is de buurman, weet je, ingebroken. Die heeft snack omgedraaid of weet ik veel wat. Het is eindelijk stil. En het viel als een soort deken van geluk viel het over ons heen. We zaten zo, ah. Oh. En in één keer, 5 minuten later... Ik dacht, wat is dit nou? En ik dacht, mijn vriendin is bezeten geraakt of zo. Dat is straks exorcist-taal, weet je wel. Die komt zo achter voor de trap af, zo. En ik dacht, ik heb zo... Het komt uit de woonkamer, dus ik sluip zo door de gang zo naar de woonkamer. Super bang. Dus de deur open zo... Zit Max daar gewoon op de grond, helemaal laag, zo... Alsof Gollum zijn ring kwijt is, zo klonk het ook. En ik wist niet wat er aan de hand was. Ik ben helemaal in paniek. Dus ik volgende dag meteen dierenarts opgebeld. En echt, even één tip. Bel nooit de dierenarts. Bel nooit de dierenarts. Het enige wat de dierenarts heel erg belangrijk vindt, is 135 euro. Dat vinden ze het allerbelangrijkste in het leven. Je krijgt 0 tips over de telefoon. Want dan weten ze, hè, niet waar ze de factuur naartoe kunnen sturen. Dus dan gaan ze zeggen, dus 0 tips. Want ik belde zo. Ik zeg, goeiedag, ik spreek met Martijn Koning. Ik zeg, je moet zo snel mogelijk even langskomen met 135 euro. Ik zeg, maar je weet nog helemaal niet wat er met mijn kat... Oh, het gaat om mijn kat. Moet u uw kat meenemen? 135 euro. Ik zeg, nou, ik vind het... 135 euro! Zit ik naar de dierenarts. En echt, en de dierenarts is heel erg de dierenarts. En zij houdt van dieren en jij niet. Want zij heeft verstand van dieren. Want zij heeft een witte jas met Wilma en willekeurige foto's van dieren aan de muur. Zij weet het wel, hoe het allemaal zit. En dan kom je daar en de dierenarts is heel erg zo heel, heel, heel warm tegen dieren en heel koud tegen mensen. Dat is, dan zijn ze te wachten en het kan zo. Ze zeggen, wat is uw naam? En ik zo, koning. Ze zeggen, koning. Zo, wat is de adres? Ik zo, tududum. Ze zeggen, oké. Zo, wat is de naam van de kat? Ik zo, Max. Ze zo, Max? Max? Ze zei, hey, Maxi, Maxi. Hey, Maxi, 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 Maxi. Max zei me zo... Maxi, Maxi, Maxi. Hey, Maxi, Maxi, Maxi. Hey, Maxi, Maxi, Maxi. Ze zo, dit vindt de kat heel erg lekker als u dit doet. Ik denk, ja, vindt iedereen fucking lekker als je dat doet. Geen kat voor te zijn, geef ik ook kopjes en schotels. De hele zandkraan komt erbij zo ongeveer. Maar ze weten nooit echt wat er aan de hand is. Hè? Maar het kost allemaal superveel geld, superveel geld. Zij zo, ja, het kan heel erg aan zijn spijsvertering liggen. Dus we raden heel erg deze zak katsensnibbels aan. Het is 89 euro per zak. En dan moet u dat per brokje, zo 3 maal daags, moet u dat met een beetje warme melk, met het gratis zilveren lepeltje, moet u dat zo per brokje zo op zijn tongetje leggen. Terwijl hij zo zijn kindertje aait en tegelijkertijd zijn anus vingert. Is dat serieus zo? Zij zo, nee, lepeltje is €7,95. Ja. Klein dierenartsgrapje is dat. In ieder geval,
335 euro kwijt. 335 euro kwijt. En zei ze, ja, het kan ook stress zijn. Het kan van alles zijn eigenlijk. Nou, 335 euro. Maar die kat hield in ieder geval zijn bek. Hij was helemaal stil. Misschien was hij ook onder de indruk van de rekening. Dat hij dacht van, holy shit, zeg, wat heb ik veroorzaakt. Hij was in ieder geval helemaal stil. Dus we komen zo en we komen thuis. We hebben zo die koffer mee en we leggen zo op de grond zo. En we doen zo dat klepje open. En die kat stapt zo naar buiten. En het eerste wat hij doet zo, mauw, 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 mauw. Veel sneller dan eerst, veel sneller dan eerst. En zo, mauw, mauw, mauw. En meteen lag zo, wat was er nou aan de hand? Hij moest kakken, maar hij wist niet waar. Hij wist niet waar hij moest kakken. Want op een gegeven moment ging die twerken en dan weet je dat de kat echt moet kakken. Dan hebben ze zo... En kak begon eruit te komen. Maar dat deed hij boven het witte kleed van mijn oma. En ik zo, nee! Dat is zo... En er waren geen bakjes, helemaal niks, geen kranten. Dus het enige wat ik kon doen, is op mijn knieën ben ik erbij gaan zitten zo. En ben al die kak op gaan vangen. En hij was zo... En hij had 4 dagen niet gekakt en het was zo gigantisch veel. En het stonk zo gigantisch. Ik zat zelf ook zo. 2 handen helemaal vol kak. Ze naar de wc gerend. Ze doorgespoeld. Handen gewassen. En toen kwam ze helemaal zo terug de woonkamer aan. Ik voelde me helemaal de man, weet je wel. En toen zat hij met zijn ass op het witte kleed. Dat hij zo. Zijn reet af te vegen. Gewoon een hele bruine poepzijf over het kleed heen. Het is helemaal niet vintage. Het is gewoon een bruine poepzijf over het kleed heen, is dat. Dus ik was die hond van mijn ouders aan het uitlaten en hij is zo klaar met kakken. En ik zat ze met een rode zakje. En wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik niet die nieuwe verse warme, want ik kan niks warms meer in mijn hand vasthouden. Ik kreeg net thee, ik zat meteen zo... Wat heb ik toen gedaan? Ik heb een oude trol heb ik opgeruimd, snap je? Dus ik ben juridisch niet te pakken. Ik heb kak opgeruimd, maar niet die nieuwe verse warme. Maar gewoon zo'n oude harde trol. Met zo'n witte schimmellaag eroverheen, weet je wel? Die... Tenminste, ik denk dat het schimmel is. Ik denk niet poedersuiker. Ik denk niet dat iemand met poedersuiker alle drollen mooi aan het maken is. Oh, dat is nog niet. Dank jullie wel. Mark